Oui, nous sommes allés à la traduction. Wij zijn gegaan. Et c'est quel temps qu'on a utilisé? Passé composé. Les Frans in het tweede jaar ASO van het Sint-Jan Bergmans College in Genk. Bij de jonge voetballers draait het niet enkel om een sport. Ook de studie is van groot belang. Een voetbalcarrière kan ook van korte duur zijn door een zware blessure. Daarom heeft de club permanent twee studiebegeleiders in zijn rangen die de jongeren volgen tijdens hun schoolcarrière. Wij proberen een brug te zijn tussen een speler, ouders, de club en een studiebegeleider. Wij vragen 3 keer per jaar de rapporten van de studenten en we proberen die schoolresultaten een beetje in het oog te houden. In trimester 1 had je nogal wat problemen met wiskunde en economie. Intussen heb je dat al heel fijn bijgewerkt. Ons ultieme doel, dat kan ik heel kort en bondig zeggen, wij willen echt heel graag dat al onze jongens, of zoveel mogelijk jongens, hun diploma van het middelbaar halen. Om dat doel te halen werkt KRC nauw samen met het Sint-Jan Bergmans College. Ik denk dat wij voor KRC toch tamelijk belangrijk zijn in die zin dat wij ervoor zorgen dat de combinatie voetbalstudies mogelijk gemaakt worden. Wij worden 's morgens opgehaald met busjes van Genk. Zo komen wij naar school. Op dinsdag en donderdagochtend hebben wij training in Genk. We volgen de normale lessen en na school hebben we na schoolse studie. En zo worden we doorgebracht met de bus naar Genk om te trainen. Naarmate ze ouder worden en eventueel opgeroepen worden om in de A-kern mee te trainen, zijn ze nog vaker afwezig. En dan is het wel nodig dat er iemand is die voor hun het hier wat regelt qua inhalen van leerstof. Heel wat profspelers zijn de jongeren hiervoor gegaan. Het recentste voorbeeld is Thibaut Courtois. Hij studeerde hier vorig jaar nog maar af en pakt nu al prijzen met Atletico Madrid. Thibaut is hier eigenlijk in het project gestapt en dan vanaf zijn derde jaar naar topsport gegaan. Was een hele enthousiaste speler. Ook op vlak van studies is dat heel goed gegaan. We hebben echt ons best gedaan om te zorgen dat hij ook dat verhaal tot een goed einde kon brengen, zoals het voetbalverhaal met Genk. En hij is daar eigenlijk heel goed in geslaagd. Thibaut is dan ook terecht een lichtend voorbeeld voor al wie in zijn spoor wil treden. Morgen gaan we op pad met de spelers jonger dan 14 jaar. Als ballenrapers beleven zij eerste klasse van heel dichtbij.